Ja, voordat je naar deze podcast gaat luisteren, even een kleine disclaimer. Na de opname van de podcast bleek dat er een hapering zat in het opgenomen geluid. We hebben geprobeerd dit zoveel mogelijk te repareren, maar het zou goed kunnen dat je een verschil hoort met de normale kwaliteit van deze podcast. Maar we vonden het gesprek met Ingrid Visseren zo leuk dat we het jullie toch wilden laten horen. Dus alsnog heel veel luisterplezier. Ja, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Je kunt nu nog kiezen van de Partij voor de Dieren. Waarin we elke week in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen een interessante prominent uit onze partij spreken. Want er zit weer een prominent uit de partij inmiddels naast me hier zo. En dat is Ingrid Visseren. We hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren voor de duidelijkheid. Want we hebben wel een hele bijzondere gast, want je bent hoogleraar. Je bent ook leraar Environmental Governance and Politics aan de Radboud Universiteit. Ja. Als ik het goed heb begrepen, onderzoek je een beetje hoe de maatschappij zou moeten transformeren. Dus we hebben nu een enorme biodiversiteitscrisis. En wat zou er nou moeten veranderen aan onze maatschappij om met zo'n crisis om te gaan? Zeg ik dat goed? Ja. Je hebt je goed ingediend. Ja, ik dacht ik moet dit een beetje catchy verpakken, maar dat klopt dus wel zo. Ja, okay. Ja, mijn leerstoel heet in het Nederlands Milieubeleid en Politiek. Even dat je hier zo zit in een podcast van de Partij voor Dieren is, ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder, is dat je derde staat tijdens de Eerste Kamerverkiezingen. Je staat derde op de lijst van de Eerste Kamer. Zullen we er zo voor blijven? Ja, fingers crossed inderdaad. Als we er zo voor blijven staan in de veilingen, ben jij binnenkort senator. Hoe is dat? Heel erg spannend, ja. En ook heel erg mooi natuurlijk. Ik heb een prachtige baan van de Radboud, een prachtig onderzoek. Maar ik denk dat ik door die combinatie van wetenschap en politiek een nog een grotere bijdrage kan leveren. Dus ik zou het echt een eer vinden. Ja, want kan je eens meenemen, hoe komt een hoogleraar terecht op de lijst van de Partij voor de Dieren? Relevant onderzoek doen, denk ik. En je interesseren voor de politiek. Uiteindelijk, ik ben een milieu- en maatschappijwetenschapper, dus ik doe eigenlijk onderzoek naar milieubeleid, natuurbeleid, duurzaamheidsbeleid. Dus het kan haast niet anders dan dat je geïnteresseerd bent in de politiek. Anders kan je al een beleidswetenschapper zijn. En ben je eigenlijk al op campagne geweest? Houden er wel posters van je? Nee, dat niet. Maar natuurlijk word ik actief in de campagne. Dit is er onderdeel van. Ja. Maar natuurlijk doe ik mee. Want het zijn ook mijn verkiezingen, weliswaar indirect. Maar het zijn wel ook de eerste Kamerverkiezingen. De show heet Je kunt nu nog kiezen. Ja. En wat is nou voor jou de keuze tijdens deze Provinciale Statenverkiezingen? Ja. Ik vind het echt zo'n mooie neus. Je kunt nu nog kiezen. Ja? En ja, ik vind hem echt... Ja, ik ben er jaloers, dat kan ik niet zelf op. Ja. Het is complimenten aan degene die hiermee verzorgen. Over zijn pas een meer dan één persoon. Maar waarom vind je het echt zo'n mooie neus? Ja, omdat het... en met name het woord nu. Omdat eigenlijk hebben we de afgelopen decennia hebben we de aarde... uitgewoond. Het is eigenlijk een studentenhuis. Ja. En dan zo dat klassieke studentenhuis waar wat het stinkt en het is vies en het is kapot. Ja. Dus we hebben de afgelopen decennia hebben de aarde uitgewoond. En we kunnen en we moeten anders. Dus we moeten op een andere manier die aarde gaan, onze relatie met de natuur gaan vormgeven. En het interessante is dat als je die transformatie naar die duurzame samenleving, naar die oplossingen van roofbouw, naar een liefdevolle relatie met de natuur. Als je die nu inzet, als je een koerswijziging nu inzet, kunnen we dat proces nog op een rustige manier vormgeven. Ja. Als we daar 2, 4, 8 jaar mee wachten, hebben we nog meer haast. We hebben nu haast. Ja. Maar we kunnen nu nog boeren helpen om te schakelen naar ecologische, meer plantaardige, regionale landbouw. We kunnen nu mensen die nog in een niet duurzame sector of voor een duurzaam bedrijf werken, helpen met omscholing en een baan vinden in de duurzame economie. Als we daarmee wachten, hebben we daar de tijd niet meer voor. En zal dus die transformatie naar die liefdevolle samenleving zal veel moeilijker worden, maar ook met veel meer weerstand. We zijn de weerstand ook al.
Maar dat zal alleen maar erger worden als we steeds meer haast krijgen. Dus die verkiezingen nu komen juist op zo'n moment dat we nu nog de tijd hebben om die transformatie naar die liefdevolle samenleving op een rustige, zo rustig mogelijke manier vorm te geven. Ja. Het is, en anders dan hebben we tijd tekort. Maar wat is het dan zo dat over 20 jaar zijn we wel te laat misschien? Is er een bepaald kantelpunt eigenlijk waar we eigenlijk niets meer kunnen doen? Nou, je kan altijd iets doen natuurlijk, maar ja. Dan zullen er soorten zijn uitgestorven. Dan zal klimaatverandering nog zichtbaarder zijn en de effecten hebben gehad. Je zag het vorige zomer al dat de rivieren zo laag stonden dat de binnenvaart minder vol vervoeren. Ja. Dus op een gegeven moment gaan we het echt, we voelen het nu al. Het is nu al zichtbaar. Ja. Op heel veel plekken. Ja. En we hebben allemaal schoon water en schone lucht nodig. Ja. En voedsel. Ja. Dus hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt, hoe moeilijker het wordt en hoe meer weerstand er zal zijn. Ja. Omdat het tempo dan hoog moet om die grootste effecten tegen te gaan. Dus we zouden dom zijn als we op 15 maart niet groen en diervriendelijk en eerlijk zouden stemmen. Ja, nou ja. Nu nog de mensen overtuigen natuurlijk. Ik doe mijn best. Een van de auteurs, zoals jij, hebt het IPCC natuurlijk, hè, voor de klimaatonderzoekers. En voor biodiversiteit is er ook zo'n soort instituut. Ik heb het opgeschreven, maar wil jij het alsjeblieft zeggen? Ja, de afkorting is het IBES. Ja. En het staat voor het Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Ik snap dat je dat je daarover struikt. Ja, gelukkig. Nee hoor. Ja, en nou, best wel schrikbarende uitkomst uit onderzoek van 2 jaar geleden, ongeveer geloof ik, zoiets. Ja, dat we 1 miljoen soorten blijven uitsterven. Ja. Wat was jouw rol in dat onderzoek? Ik was een van de coördinatoren van een van de sociaal-wetenschappelijke hoofdstukken van het onderzoek. Dus wij hebben nagedacht over oplossingen voor al die problemen die je schetst. Eigenlijk is het een van de belangrijkste uitkomsten van dat rapport inderdaad dat er 1 miljoen soorten met uitsterven zijn bedreigd. Maar dat we er nog wat aan kunnen doen. Maar daarvoor heb je wel fundamentele maatschappelijke veranderingen nodig. Dus we moeten echt onze economie anders vormgeven, onze samenleving, onze instituties, onze wet en regelgeving op een andere manier vormgeven, zodat echt dat we eigenlijk transformeren van de huidige, in essentie niet duurzame samenleving naar een in essentie duurzame samenleving. Dus duurzaamheid moet de norm worden en niet de uitzondering. En dan kunnen we dat uitsterven van die 1 miljoen soorten voor voorkomen. En wij hebben nagedacht over hoe die klimaatverandering eruit zou zien. We hebben het ook gedefinieerd. Die definitie is over de hele wereld in allerlei beleidsstukken terechtgekomen. De Nederlandse overheid is ook daarmee aan de slag met die term van transformatieve verandering. Ja. Je ziet nu dat de overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties bezig zijn met het proberen vorm te geven van die grootschalige verandering. Nou, eerst ga ik een hele basisvraag stellen. Wat is biodiversiteit? Het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties heeft het gedefinieerd als diversiteit in ecosystemen, in soorten en genetische diversiteit. Ja. Heel veel mensen denken alleen aan een diversiteit in soorten. Dat is ook de makkelijkste meten, weet je wel, hoeveel soorten vogels zijn er. Maar het is dus een veel breder discussie. Ja, en hoe lang bestaat die term al, biodiversiteit? Dat is ontwikkeld in de jaren 80. 80, ja. Door ecologen en een van die ecologen, Thomas Lovejoy, daar heb ik mee samengewerkt toen ik in de Verenigde Staten werkte. Yeah. Ja, dus ik heb met een van de bedenkers van de term biodiversiteit mogen samenwerken. Hij had een enorm hier was. Yeah. Ja. Ja, ik ga nu een vraag stellen als ik Als de voorlichting van de partij die hoort, dan word ik denk direct ontslagen. Maar wat is eigenlijk erg aan dat de biodiversiteit dat die minder wordt? We leven toch gewoon door, zou je zeggen. Ja, niet dus. Want we hebben de biodiversiteit nodig. Denk aan bestuivers. Zonder bestuivers geen appels. Ook het bodemleven is heel belangrijk in onze landbouw om onze gewassen te produceren. Dus we kunnen niet zonder biodiversiteit.
Maar afgezien daarvan hebben al die soorten ook gewoon recht om te bestaan. Dat heet de intrinsieke waarde, dus niet alleen de instrumentele waarde, zoals het al heet, hè, dus voor de mens. Maar ze hebben ook gewoon recht om te bestaan. Ja. Dus ook vanuit een ethisch perspectief, wie geeft ons het recht om soorten te laten uitsterven? Hoe komt het dan dat de biodiversiteit nu afneemt? Is dat echt puur door de mens? Ja, grotendeels. En je ziet dus ook dat we echt die maatschappij op een andere manier moeten vormgeven om dat uitsterven te voorkomen. Dus dat betekent dus, wel, als je kijkt naar de belangrijkste bedreigingen, dit is ook al onderdeel van de crisis uit het IPBES-rapport. We zijn in ons milieu- en natuurbeleid best goed in het hier en daar beschermen van soorten of bepaalde gebieden. Hè. Denk aan beschermde gebieden of de Banda, die doet het weer enigszins redelijk. Dus hier en daar hebben we best wel succesjes met die hele lokale natuurbescherming. Maar we zijn niet in staat om die onderliggende maatschappelijke oorzaken voor al die natuur- en milieuproblemen te lossen. En dat is hoe we onze economie vooral geven. Ja. En ook de waarde die ten grondslag ligt aan onze samenleving. En die fundamentele verandering, die is echt nodig om die biodiversiteitscrisis op te lossen. Dus eigenlijk moeten we met ons natuurbeleid de natuur uit. Ja, we moeten beschermen gebieden blijven ontwikkelen. We hebben meer natuur nodig, grotere gebieden. Meer aandacht voor natuurbescherming. Maar we moeten eigenlijk met ons natuurbeschermingsbeleid de natuur uit en de maatschappij in. Want daar zit het probleem. Ja, dat is ook echt de reden dat het nu steeds niet lukt. Dat we met een verkeerde insteek de klimaatcrisis willen aanpakken. De biodiversiteitscrisis willen aanpakken. Ja, dat klopt. Ja, we zijn niet in staat om onze economie op zo'n manier en onze samenleving op zo'n manier vorm te geven dat we binnen die grenzen van deze aardbol blijven. Ja. En de oplossingen zijn er. We kunnen minder produceren en consumeren. We kunnen op een natuurinclusieve manier voedsel produceren, bouwen. Dus al die oplossingen zijn er, alleen dat vergt een hele andere inrichting van onze samenleving. Ja. En ook echt hele andere keuzes. Ja, maar voor de reflectie die al vaak komt, dat zie je ook vaak bij critici van de Partij voor het Dieren bijvoorbeeld, dat het niet realistisch is. Ja, het is juist realistisch. Want als we schoon drinkwater willen hebben, als we gezonde lucht willen hebben, dan hebben we die ingrepen nodig. Ja. Maar het is juist realistisch om die problemen aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat de natuur blijft bestaan. Vooral omdat het recht heeft om te blijven bestaan. Maar ook voor onze eigen voorbestel. Ja. Voor onze eigen gezondheid. Dus eigenlijk wonen we in een maatschappij die de gezondheid van de mens niet centraal stelt. Nou, hoe silly is dat? Maar het grootste probleem is omdat het consumenten echt bijna onmogelijk wordt gemaakt om duurzame keuzes te maken. Omdat onze markten, onze economie andere prijsprikkels geeft. Ja. Ik zeg altijd, als de ecologische wortel goedkoper is dan de gangbare wortel, koopt iedereen de ecologische wortel. Ja. En waar we nou voor moeten zorgen, is dat die markt zo wordt georganiseerd dat inderdaad die ecologische wortel verkoopbaar is dan gangbare wortel. En dat kan makkelijk, want de ecologische wortel gebruikt geen vervuil niet. Gebruikt geen mest. Dus hij is goedkoper. Ja. Alleen de prijs niet. Daarom. Door, ja, precies. Ja. En door hoe we die beprijzing hebben vormgegeven als samenleving. Ik doe dus onderzoek naar verschillende transities. Naar de energietransitie, naar de voedseltransitie, de transitie naar productievrije innovatie. En zo kan je dus zien dat die verschillende transities, dat je eigenlijk aan verschillende knoppen moet draaien in verschillende transities. En ook dat ze met elkaar te maken hebben. Ja. De keuzes die je in één transitie maakt, heeft invloed op de snelheid van de andere transitie. En al die transities, die worden in Nederland veel te sectoraal vormgegeven. Die mensen in die transities praten ook niet met elkaar. We zijn dat oude sectorale beleid, no redirection, aan het overdoen. Ja. En die transities zijn onderdeel weer van die grote transformatie naar die liefdevolle samenwerking. Dus als je die waarden in de samenleving kan veranderen naar een meer liefdevolle samenleving, waar welzijn van een mens en dier en natuur prioriteit zijn in plaats van economische groei. Als je die waarde bovenhoudt, dan versnel je al die individuele transities. Prachtig beeld, maar ja, ik ben echt schieten.
Maar tegelijkertijd zie je dat het debat nu, zeg maar, over dit soort onderwerpen enorm gepolariseerd is. Zie je dat ooit nader tot elkaar komen? Ik weiger, zeg maar, de oplossingen radicaal te vinden. Ik vind ze realistisch en nodig. En ik heb me gewoon net veel verergerd en ik erf me er nog steeds aan het debat over stikstof. Er wordt een tegenstemming gecreëerd die niet bestaat. Er is niemand tegen boeren. De Partij voor de Dieren staat er voor de boeren. Ja. Maar de Partij voor de Dieren heeft grote kritiek op het huidige landbouwsysteem. Ja. En willen met boeren werken aan een gezonde, diervriendelijke, duurzame, eerlijke Nederlandse landbouw. Ja. Die polarisatie die is natuurlijk politiek. Maar laten we daar dus doorheen prikken en, samen gaan bouwen aan die duurzame landbouw. Want we hebben allemaal landbouw nodig. We willen allemaal eten. Ja, het is wel handig. Daar hebben we het over. Het is wel handig. Alleen het huidige landbouwstelsel is ziek, letterlijk, en niet meer houdbaar. We komen om in de stront, letterlijk en figuurlijk. En met alle gevolgen voor de waterkwaliteit, voor de dier, niet op de laatste plaats. En de sleutel, als ik het al goed destilleer, uit het verhaal is eigenlijk politieke moed. Dus de overheid een prikkels gaan geven, zodat inderdaad die wortel, dat die ecologische wortel veel aantrekkelijker is om te kopen. Dus ja, volgens mij is de key eigenlijk politieke moed. Dat zo goed. Juist in zo'n tijdperk waar we voor hele grote veranderingen staan, heb je een daadkrachtige overheid nodig. Ja. Dus als het allemaal een beetje voortkrabbelt, dan kan je het misschien aan de maatschappij overlaten. Maar juist als je de ouderwetse economie moet afbouwen en de nieuwe economie ruimte wil geven, heb je een hele sterke, moedige overheid nodig. Daarom wil ik ook op dit moment de politiek in. Omdat ik zie dat er op dit moment een sterke overheid nodig is. Juist in die grote maatschappelijke veranderingen heb je een sterke overheid nodig. En ik zie hem op dit moment niet. Nee, en je kunt er nu door verkiezen. Precies. We hebben mensen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen aan jou. Via de Instagram call dat. Dus het is best wel leuk. We hebben altijd hele leuke dagen binnen. Ja, het is echt best wel veel vragen. Joh, wat leuk. Ja. Ik vond deze wel heel erg leuk. Deze persoon heet D. De laatste keer Wim. Nou ja, prima. En Jan was vraag, wil je minister-president worden? Wow. Dit is echt heel politiek, hè? Mensen gelijk naar de... Ik vind dat de Partij voor de Dieren de minister-president zijn moeten meevoeren. Want dan zouden Nederland, Europa en de wereld er een stukken mooier uitzien. Zo, en heb je een idee wie zij dit gaat doen, niet wel zo'n... Dat maakt me niet uit. We hebben zoveel, zoveel talent in onze partij. Het is echt heel inspirerend. Ja. Volgens mij hebben we keuze zat. Rotterdam vraagt. Die vraagt, zijn er niet gewoon te veel mensen op de wereld? Nee. Er is voldoende ruimte om iedereen een dak boven zijn hoofd te geven. Voldoende voedsel te geven. Zich te kunnen laten ontwikkelen. Er is voldoende ruimte voor iedereen. Maar dan moeten onze samenleving echt op een andere manier vormgeven. Dat is een vraag die we ook vaak op sociale media krijgen. Ja. Het is vaak een argument dat mensen zeggen, er zijn gewoon te veel mensen. Maar er moet een systeem ook zijn in de liefdevolle samenleving. Ja, juist. Ja. Natuurlijk, die liefdevolle samenleving is ook eerlijk. En dat verwijst naar het verdelingsvraagstuk. Ja. De rijkste in de wereld hebben natuurlijk de grootste ecologische voetafdruk. Ja. Dus het gaat er niet om hoeveel mensen er zijn op de wereld, maar het gaat erom hoe we ons leven vormgeven. En dus ook hoe we onze maatschappij vormgeven en hoe we die natuurlijke rijkdom met elkaar delen. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga afsluiten met een hele grote vraag. Oh, jee. Ik ga 20 minuten doen. Nou, dit is hoop. Dat is eigenlijk, wat ik hoop dat we nu duidelijk hebben gemaakt. We kunnen kiezen voor een andere samenleving. Nou, ik wil even vragen, we zijn 50 jaar verder in de tijd. Nu, hoe ziet Nederland er dan uit? Ja, er is zeker hoop. We hebben de probleemanalyse scherp en we hebben de oplossingen scherp. Ja. Dus het is een kwestie van prioriteiten stellen en het is een kwestie van doen. En inderdaad politieke, maar ook maatschappelijke moed. Ja. Want leiderschap vind je niet alleen in de politiek, maar ook in de maatschappij. Je moet juist als
Ik zie dat de Partij voor de Dieren is onderdeel van een veel grotere beweging. Wij doen dan de politieke tak van die beweging, maar maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Dus die beweging is groot. We hebben overal dat leiderschap nodig. Ja, maar over 50 jaar is de biodiversiteit wel hersteld. Ja, dat mag hopen. Dat hebben we zelfs met elkaar afgesproken in het VN-verband. Ja. Als je kijkt naar de afspraken die afgelopen jaar zijn gemaakt in het biodiversiteitsverdrag, dan hebben we voor 2030, dat is dus overmorgen zo'n beetje in de politieke tijd. In de politiek is 2030 overmorgen. Hebben we 30% meer beschermde gebieden. En we hebben al die maatschappelijke onderliggende oorzaken. Dus onze economische keuzes. Mm. En daarnaast hebben we hervormd zodat ze de biodiversiteit niet meer aantasten. Dus dat hebben we afgesproken. Dus het is een kwestie van de afspraken implementeren die we hebben gemaakt. En als je me vraagt hoe ziet de wereld er in over 50 jaar uit, dan zijn de slachthuizen al lang weg. Dan staan die in een museum. En denken wij met z'n allen na, wat waren we daar in 2023, wat waren we daar toch? Vreemde bezig. En hoe hebben we dat nou ooit kunnen doen? Hoe niet liefdevol waren we eigenlijk toen. Ja, dus over 50 jaar en als dan ons ligt eerder, hebben we die liefdevolle samenleving bereikt. En dat is niet alleen diervriendelijk, maar ook een liefdevolle relatie met onze omgeving, met de natuur en ook een liefdevolle relatie met elkaar. Prachtig. Ja, het is eigenlijk, ik zou eigenlijk geen enkele reden meer vinden waarom je niet 15 maart de Partij voor de Dieren zou stemmen. Ik wil 15. Nee. Leuk dat je er was, Ingrid. Ik vond het super leuk om je te interviewen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Heel erg interessant en heel, ik ga je wel positief gestemd merken. Stel lekker. Dan sluiten we deze podcast af. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Volgende week zijn we weer met weer een hele interessante gast. Dus hou onze social media in de gaten en geef ons oneindig veel sterretjes in je favoriete podcast app. En stem 15 maart, Partij voor de Dieren, want je kunt nu nog kiezen.